Yo mafketels, mijn naam is Stijn, leuk dat je kijkt naar deze video. Titel thumbnail, je zag natuurlijk al een Suzuki aflevering. En in deze aflevering gaan we, voor als je het nog niet zag, werken aan de bedrading. En dat is best nog een klusje, vooral omdat we veel stuff hebben wat er natuurlijk origineel niet op zit. Maar er zit natuurlijk origineel wel stuff op daar, a.k.a. de killswitch zit standaard in de bedrading en natuurlijk een lichtschakelaar zit standaard in de bedrading. We moeten het alleen even gaan combineren op de juiste manier. Evenals de knipperlichten voor en achter en de tellerset natuurlijk. En de snelheidsmeter heeft natuurlijk de kleine dashlampjes. Dat is eigenlijk een beetje een samenvatting van wat we allemaal gaan doen, hoop ik, in deze aflevering. In ieder geval in de toekomst, want het eerste wat ik wil gaan doen is dit pakketje openmaken. Ja, want er mist eigenlijk nog iets. En dat hebben jullie gezien, maar we hebben het wel besproken. Namelijk de beugel aan de achterkant. Ja, dus ik heb een pakketje binnen. A.k.a. laten we eens zien wat het inhoudt. Beam. Nee, oh shit. Anyway, ik neem jullie hier mee naartoe. Ja, dus even kijken. Natuurlijk, we halen deze bedrading even deels weg. Natuurlijk zou je dan ook zeggen, Stijn, had je niet beter kunnen lassen voordat je deze knipperlichten erop plakte? Ja, maar ik gooi hier gewoon doek overheen en alles. We lassen eigenlijk zeg maar na het laspunt hier, dus ongeveer vanaf hier ergens. Dus daar kan een doek overheen. Ja, voor de rest, ja, het is inderdaad gewoon niet zo heel erg handig. Maar ja, het was eigenlijk meer dat het even niet uitkwam in verband met hoeveel ik wil opnemen, zeg maar. Omdat ik anders gewoon tijd tekort kom in vergelijking met wanneer het online moet. En toen pas kreeg ik dus dit binnen. Dit is eigenlijk ongeveer hoe die moet zijn. Dan behoud ik toch het complete frame zo goed als. En dan is die wel keurig rond aan het einde. En zijn we ook van dit rare gedoe af wat we sowieso niet nodig hebben. Mochten we het wel nodig hebben, dan kun je natuurlijk gewoon een gat boren of whatsoever. Wat sowieso moet, want we gaan hierin natuurlijk die bak maken waar alle spullen in kunnen komen voor de elektronica. A.k.a. wat we dus nu willen gaan doen. Dus daarom moet dit eerst. Let's go. Ja, het is toch een stuk minder wat ik eigenlijk dacht. Kijk, ik kan natuurlijk eigenlijk ook gewoon een stang erin zetten. Dat was mijn eerste idee. Om eerst zeg maar dit eraf te halen, dan een stang erin te stoppen. En die dan hierin te stoppen. En dan vervolgens dicht te lassen. En ik denk dat dat toch de optie wordt, want ja, dan hou ik hem één al gewoon op zijn plek direct. En dit scheelt toch te veel of meer dan dat ik dacht. Gewoon even twee van die opvulbuisjes of busjes, waardoor het eigenlijk gewoon net even wat dikker is. En dan kan je het gewoon 10 keer makkelijker lassen, want dan kan je daar ook weer mee, ja, werken om het vast te krijgen. Like this. Let's go.
Waar ben je? Oh, hier ben je. Beam. Tada. Ja. Je ziet waarschijnlijk al gelijk een verschil met de andere parts, want er zit geen ruimte hier tussenin. Dan zou je zeggen, sukkel, waarom heb je dat nou niet gedaan? Nou, één, dit is veel cleaner op het spatbordje en dit is veel kleiner op het spatbordje. Dus ik had zoiets bij mezelf van, ja, je kan dat wel doen, maar als we het gewoon zo laten zoals het nu is, dan zal je gewoon een, ja, een net even wat cleaner, strakkere look hebben. En dan valt het eigenlijk helemaal niet op dat je die ruimte mist, dan staat dit waarschijnlijk veel en veel strakker. I know. Het klopt natuurlijk niet helemaal, want het kontje loopt punteriger af. Maar het is wel echt 10 keer cleaner dan dat het was. Zie je? Het valt eigenlijk best wel mee. Ik vind het eigenlijk wel gaaf staan, zo dat verschil. Daarmee bedoel ik natuurlijk het randje hier wat het allemaal echt tegenaan zit. Of de zwarte streep die er echt al tegenaan zit. En de rest die dan dus een stukje ertussenin heeft. Ja, dit is wel echt keihard. Dit is dus een Duits aftermarket onderdeel. Vandaar dat ik er dus nu H4 lampen in kan zetten in plaats van je standaard lamp. Dus dat is wel echt heel chill. Ja, in plaats van je standaard gloeilamp bedoel ik. Sick. Ik gok dat die wel stuk is al, maar Nee, hij is gewoon nog helemaal heel. Super. Oké, chill. En dan hebben we hier, ze zijn hun eigen massa al zo te zien. Dus dan is dit het stadslampje, die ik waarschijnlijk niet eens ga gebruiken, maar goed. Dan heb je de 3, dat zou dan hier op moeten zitten. Nou, nee. Voor zover ik begrijp mensen, als we de lamp ingaan, dan zijn we... Pas hier. Dus dan hebben we dit hele stuk nog niet. Holy shit. Volgens mij klopt dat echt. Dat is de eerste keer dat je een stekker hebt. En dan heb je daarnaast deze stekker. En die stekker die heb ik daar inderdaad al ja, iets verder terug zitten. Bij inderdaad ongeveer de bobines. En dit zijn de bobines. Dus ja, nu komt het dus erop neer dat ik meerdere stekkers heb. Hier nog een met 9 trouwens. En ik heb er hier helemaal geen tweede met 9. Dus dit is sowieso alweer een ander type. Oh shit, sorry. Oké. Rood, bruin, groen en oranje. Dit is het contactslot. Dit zijn de 4 voor het contactslot. Rood, oranje, groen en bruin. Rood, oranje, groen en bruin. Dat is deze. What the fuck. Dus dan moet je die er eigenlijk weer uit laten komen. Maar ja, misschien ook wel weer niet. Het is natuurlijk heel kort, dus tegelijk kan je het waarschijnlijk blijven of laten zitten. Nu komen we ergens.
Mazda zit op de boom, dat is één. Even kijken, dan hebben we twee oranjes. Het irritant is ook dat er zijn vaker twee keer dezelfde kleuren gebruikt. Het hangt dan alleen gewoon ervan af waarmee het dan werkt, waardoor je de onderscheid kan zien. Zoals bijvoorbeeld zwart heb je bij zowel de ontsteking lopen als dat het naar voren loopt voor een lampje voor je turn signal en je speedometer. Dus nou, top. Ja, dat zijn er inderdaad twee, verdomd. Ja, deze klopt wel. Ja, wacht even. Dus dan is die voor de contactslot. Dat is dus deze. En dan is deze voor je lichtschakelaar of zo. Want deze losse hier is nog een massa trouwens. Dan hebben we hier nog een gele. Dat is het verschil tussen de dimmer switch en de lightning switch. Lightning noemen ze het ook gewoon. De bliksem switch. Top. Goed gedaan, Japanners. Goed vertaald. Deze, in combinatie met deze, is de parking lamp. Normaal gesproken. Want met die H4 conversion denk ik dus niet. Want dan heb je er maar één. Je hebt alleen hier een stekker zitten waar ik letterlijk niks mee kan. Dan moet deze moet werken met dit. Hoe de fuck moet ik hier in godsnaam van weten wat plus of min is op deze knopjes? What the fuck? Het is gewoon allemaal twee keer dezelfde kleur. Of maakt dat niet uit bij die knopjes trouwens? Wat het, noem je dat? Ik heb nou de oude... Dan moet ik het goed zeggen, is dit dan juist de rectifier of de regulator? Dit is de rectifier, toch? Ja, maar volgens mij is dat precies hetzelfde zowat. Althans, dit is de gelijkrichter. En ik heb dan nog één rood-groen draad loslopen naar iets wat heet de regulator. Ik krijg dat terugvertaald als regulator. Ja, wat ik snap, want het is gewoon een regelaar. Kan iemand mij uitleggen wat dat dan in godsnaam is in de boom? Want ik heb hier op de gelijkrichter, of dit dan ook een spanningsregelaar is, want ik dacht dus dat rectifier gelijkrichter was en regulator spanningsregelaar. Niet op de boom te zien, behalve dan dat één draadje krijgt. En ik zie voor de rest helemaal niet eens waar dat blokje is, zeg maar, als ik online zoek naar de onderdelen bij CMSNL. Dus dat is een beetje wat het irritant maakt. Maar in ieder geval, ik heb hier twee draden die al best wel obvious twee ringetjes hebben aan aansluitingen. A.k.a. dit zijn de twee van de accu. Dan hebben we hier twee dus rood-groene, waarvan er dus eentje hier al gaat richting het richting de ontsteking. Of eigenlijk vanaf de ontsteking richting de gelijkrichter. En dan hebben we nummer twee. En nummer twee moet los of dus inderdaad naar dus die spanningsregelaar of wat dat dan ook is. En dan heb ik hier weliswaar nog een losse rood-groen in mijn draadboom zitten. Ik heb hier trouwens, ze zitten niet echt aangesloten hoor, maar het is maar heel eventjes om gewoon zelf te weten wat is. Deze twee zijn van de knipperlichtrelais, dus die heb ik ook. Hebben we hier dus eigenlijk nog alleen maar of dat deze dus naar de spanningsregelaar moet, of dat deze gewoon hier erin moet. Dan zijn al deze draden eigenlijk aangesloten. Maar ik weet in ieder geval dat dit is knipperlicht rechts. Dit is knipperlicht links. Dus ja, dat wordt dan gewoon een kwestie van aansluiten van deze twee. Ze krijgen dan gewoon een massa op dezelfde plek hier ergens waar ik ook gewoon die bak vast ga maken. Hier heb ik trouwens wel degelijk twee aansluitingen vanuit de ontsteking komen voor grote groen. Daar moet inderdaad een van de twee draden in voor die regulator. Dus dat is de aansluiting. Ik moet sowieso even zien hoe dat werkt op de originele. Want dan kan ik even zien in hoeverre ik zeg maar die knoppen van mij kan gebruiken. Of dat ik gewoon even een extra switchje moet maken naast mijn tellerset. Waarbij ik eerst zeg licht aan. En dan vervolgens bij licht aan daarna kan zeggen dat die met blauw naar groot licht moet. En met rood seinen. Ja, dan hebben we alles aangesloten zitten. Ja, want dan hoeft dit nog alleen maar naar de accu. Ik moet het alleen even wat netter weten te in te bouwen straks hier. Ja, dus het enige wat ik hier nog moet hebben is dus iets van een spanningsregelaar. Als dat dus inderdaad hoort slash moet. En dit, deze drie zijn het achterlicht. Waarbij opnieuw weer dus wit-zwart is dus je massa. Dus op zich is het niet zo erg gecompliceerd. Het ziet er alleen altijd gewoon heel gecompliceerd uit. Dus dit is allemaal aangesloten nu. Dus nu ga ik weer naar voren. Even kijken. We hebben hier losse wit, oranje, wit en blauw.
Nou is een losse witte, als dat de enige losse witte is, sowieso de schakelaar voor de remschakelaar voor. Of sowieso de stekker voor de remschakelaar voor. Moet even de ja, goed verhaal. Ja, deze mag nu. Deze is goed. Wordt echt een chaos hier al straks. Maar dat maakt niet uit. Deze is voor de neutraal lamp. Deze twee is nummer 1 is voor de rem. En de andere is voor de kill switch. Dus dat is deze. Oh, dit wordt waarschijnlijk super irritant, want ik gok dat bij deze dus juist de massa zwart is. En dat hier dus dit de plus is, terwijl dit dus altijd de massa is bij deze Suzuki. Oh, dit wordt echt irritant. Ik ga echt tot een bepaald punt en dan ga ik weer terug naar het blok. Zorg ervoor dat het blok loopt en dan kan ik bepaalde dingen checken. Tegelijk kan ik dit natuurlijk sowieso wel checken met een doormeter, met een ja. Ik ben altijd super goed in die termen onthouden. Anyway. En dan was dit het einde van de video, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Abonneer, druk op de bel, zodat je genotificeerd wordt. En dan gaan we in de volgende aflevering verder aan de bedrading onder andere. En krijgen we een klein beetje kortsluiting. Later!